Goedemorgen. Vandaag geleidelijk meer zon, maar ook een kleine kans op een bui. Maximum temperatuur ongeveer 21 graden. Dit is het TV West Nieuws van vrijdag 29 augustus. Ik ben Frank van Deutekom. De drie opgepakte jihadverdachten uit Den Haag waren prominent aanwezig bij de recente demonstraties in hun woonplaats. Volgens burgemeester Van Aartsen zijn het grote vissen die een belangrijke rol speelden bij de radicalisering en recrutering voor de jihad in Syrië en Irak. Hun ronselpraktijken vonden vooral plaats in de Haagse Schilderswijk. Terwijl burgemeester Van Aartsen woensdagavond een bezoek brengt aan de Schilderswijk, wordt op dat moment even verderop een van de ronselverdachten opgepakt. Volgens de NOS zou het gaan om de 24-jarige bekeerling Rudolf H. alias Abu Suhaib. Hij is de beheerder van de website De Ware Religie. De andere verdachte is volgens de NOS de 32-jarige Asseddin C., alias Abu Musa. Hij was een van de twee sprekers tijdens de pro-IS-demonstratie afgelopen juli in de Haagse Schilderswijk. Abu Musa werd samen met zijn 24-jarige vrouw in Duitsland aangehouden. Waar het om gaat is dat men bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseert om met mensen te praten en hen over te halen om mee te gaan doen aan de gewapende strijd in Irak en in Syrië. Dat men bijvoorbeeld op straat aan het prediken is over dit gedachtegoed, hoe goed het is om aan die strijd mee te doen. En het helpt enorm als dit soort mensen uit de wijk, uit Den Haag, verdwijnen. Dat is overigens niet alleen belangrijk voor Den Haag, maar ook voor de rest van de Nederlandse samenleving. Ja, en Syriëganger Mohammed A. uit Delft is er ingeluisterd door de politie, zegt zijn advocaat gisteren in de rechtbank. Volgens het Openbaar Ministerie wilde Mohammed A. na terugkomst in Nederland een overval plegen in Scheveningen. Volgens de advocaten is haar cliënt voor iets kleins opgepakt, zodat politieinfiltranten in de cel hem erin konden luizen, zoals ze zelf zegt. Ze zouden hem hebben gevraagd of hij wapens kon leveren voor een overval. Mohammed A. zou volgens zijn advocaten zo enorm zijn geïmponeerd dat hij inderdaad toezegde wapens te kunnen leveren. Nou, zonder die infiltranten was hij hier nooit aan begonnen, aldus zijn advocaat. Dan iets heel anders. Bewoners zijn geschokt door de vondst van een dode hond aan de Vrederuslaan in Den Haag. Het dier is waarschijnlijk door mishandeling om het leven gekomen. Opmerkelijk is dat de hond gelakte nageltjes had. Zo zien de roze gelakte nageltjes eruit van de mishandelde hond die begraven lag aan de Vrederuslaan in Den Haag. Wijkbewoners reageren geschokt. Vreselijk. Dat hoort toch niet bij een dier, hè? Nee, dat vind ik echt erg. Nee, dat klopt niet. Nee, dat doe je een dier niet aan. Echt niet. Nee, dan heb je geen hart, hoor. Ja, wat denk ik dan? Mensen hebben een hond genomen en willen er op een of andere manier vanaf. Ja, zo zie ik het. Wat doe je voor de rest? Hoe komt woede? Ja, ik denk dat er andere manieren zijn om van je hond af te komen als je er vanaf zou willen. Die brengen sowieso naar een dierenasiel. Dat doe je niet zomaar hier. Doe je met mensen ook niet, toch? Ja, misschien hebben ze geen geld. Ik heb pas een poes laten cremeren. Nou, dat kost toch wel rond de 75 euro. Daar moet je ook rekening mee houden, hè? Ja, het dier was niet gechipt. Het opsporen van de eigenaar wordt dus erg lastig. Volgens de organisatie van de Vredesloop is het nog onzeker of burgemeester Josias van Aartsen op zaterdag 20 september het startschot kan lossen. De aanwezigheid van Van Aartsen bij de Vredesloop is twijfelachtig, omdat er die dag door verschillende groeperingen ook volop wordt gedemonstreerd in de stad. Mogelijk dat hij het daardoor te druk heeft en dat de burgemeester dus zijn plichtplegingen bij de Vredesloop moet laten schieten. De Vredesloop wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Vorig jaar liep er tijdens de eerste editie een kleine 9000 mensen mee. Met nog 3 weken tot de start hebben zich op dit moment al een kleine 7000 mensen aangemeld. Ambtenaren zoeken nauwelijks een andere baan, blijkt allemaal uit een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat volgende week uitkomt. Ruim 80% van de mensen die werkt bij de overheid is niet mobiel, zoals het heet. En werknemers die willen doorstromen, die maken nauwelijks kans. Tja, het zit er bijna op. De grote vakantie voor de kinderen. Want maandag, dan beginnen de basisscholen in de regio weer. De leraren die zijn al druk in de weer met het klaarmaken van de klas. En de kinderen genieten nog van hun laatste dagen schoolvakantie. Ga je nog
Ze kunnen nog even lekker buiten spelen, maar maandag moeten ze toch echt weer naar school. Hebben jullie zin om weer naar school te gaan? Ja! Ik vind het heel erg leuk. Ik vind het leuk om weer mijn vriendinnetjes te zien. Maar op zich is het ook wel gewoon lekker op vakantie. Niet alleen de kinderen hadden de afgelopen 6 weken vrij, ook de leraren konden er even tussenuit. Juf Ilse van de Annie M. G. Smit School in Den Haag is nu alweer druk in de weer om haar klas in orde te maken. Nou, als we hier binnenkomen, dan staan alle tafels op elkaar, want dan hebben we net de grote schoonmaak gehad. En dus moeten we het lokaal weer helemaal netjes maken, alle boeken uitzoeken. We hebben het rooster dat we klaar moeten maken. Ja, daar komt dus best wel veel bij kijken. Ja. Maandag is het dan zover, dan zitten de kinderen weer in de schoolbanken. En dat is toch ook best eng. Ja, ik vind het best wel spannend, maar ik weet eigenlijk niet wat er nog gaat gebeuren. Ja, maandag is de grote dag. Dan verzamelen we allemaal op het schoolplein. En dan zijn de kinderen natuurlijk wel een beetje zenuwachtig, maar we hebben er hartstikke veel zin in. En dan nog de kranten van vandaag. Uiteraard in alle kranten veel aandacht voor de aangehouden jihadisten, maar ook nog ander nieuws. Bijvoorbeeld, de rode Amerikaanse rivierkreeft rukt in rap tempo op in de Nederlandse wateren, staat te lezen in de Telegraaf vanmorgen. Rivierkreeften zijn nog hitsiger dan konijnen en leggen gemiddeld ruim 1000 eitjes, zegt in ieder geval Geert van Poelgeest. Hij is voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, de KNNV, en dan ook nog afdeling Delfland. Je ziet ze vooral nu, omdat de vrouwtjes na de paartijd het land opgaan, achtervolgd door de mannetjes die nog altijd trek hebben. Dan het AD. Die krant schrijft over de Zoetermeerse wijken De Leijens en Zegwaard. Die wijken zijn namelijk erg in trek bij autokrakers. In 2 dagen tijd werden 10 wagens opengebroken en leeggeroofd. Volgens de politie gaat het om een uitzonderlijk hoog aantal diefstallen in heel korte tijd. Er zijn ook wat vreemde dingen meegenomen. Te denken valt aan snoepgoed uit 1 auto en een stuur inclusief stuurslot bij een andere auto. De Nederlandse staat heeft, let op, meer dan 900.000 vierkante meter overtollige kantoorruimte te koop. En daarnaast staan er ook nog eens 1,9 miljoen vierkante meters aan andere objecten in de etalage. Daarover schrijft de Volkskrant. Nog nooit eerder had het Rijk zoveel te koop, schrijft de krant. Het gaat om leegstaande kantoorgebouwen, kazernes, gevangenissen, rechtbanken of gewoon lappen grond. Het grootste artikel staat ook nog eens een keer in Den Haag. Het gaat om het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Haagse apenrots. 80.000 vierkante meter te koop. Tot zover het TV West nieuws. Meer nieuws vindt u natuurlijk op onze website omroepwest.nl of u hoort het op de radio 89.3 Radio West. Ik wens u nog een heel mooie dag. Dag.